Goedendag, beste TV Hattem-kijkers. De komende weken zijn voor veel oudere Hattemers tijden vol herinneringen. Herinneringen aan de bevrijding van Hattem 65 jaar geleden. Ook TV Hattem besteedt hier aandacht aan. Maar daarover later. Eerst kijken we wat de actuele onderwerpen van deze week zijn. Schoolfeest van de Vlonder. Solar Team bezoekt scoutinggroep. Primavera Lentemarkt bracht veel mensen op de been. Een nieuwe kijk op tandheelkunde in Hattem. De haven is klaar om nautische cliënten te ontvangen, deel 2. En geschiedenis van voor de Tweede Wereldoorlog en herinneringen van Hattemers. Openbare basisschool De Vlonder hield op 1 april in de Open Poort het jaarlijkse schoolfeest met als thema een rondreis door diverse landen. Gaat u mee? U hebt dit georganiseerd. Ja. Hoe bevalt u dat? Nou, ik vind het geweldig. Het begon al met de Hanenwakkers, met die geweldige blaasorkest wat hier optrad. Waar we diep wel onder de indruk had de oude raad trouwens geregeld. Die ook een hele belangrijke bijdrage sowieso met het hele feest daartoe heeft bijgedragen. Als ik wederkom, dan schenk ik jou de hulpen uit Amsterdam. Duizend gele, duizend rode, schenken jou het allermooiste, wat mijn mond niet zeggen kan, zeg een tulpen uit Amsterdam. Schatzos drum kakira, quatzos patzos drum larila, strui vui, kane kane kios na tequila stari. De kleinkinderen zitten hier ook. De kleinkinderen zitten hier ook allemaal. En hoe vind je het vanavond? Ja, heel mooi. Ja? Ja. Yeah.
Maar met z'n allen hebben we dit georganiseerd. Leerkrachten hebben zich geweldig uitgesloofd. Kinderen hebben zich uitgesloofd en het is een prachtige optreden geworden. Kun je de zon ook als brandstof gebruiken? Over die vraag heeft onze plaatsgenoot Koen Geerlings zich samen met zijn team al een paar jaar gebogen. Diverse formidabele prestaties hebben ze inmiddels neergezet in Australië. Dit keer waren ze te gast bij de Voermangroep en vertelden ze alles over de Auro en die race. De zon, onuitputtelijke bron van energie. Een jaar geleden heb ik dat gezegd en toen ging het over het Solar Team Twente. Nou, we zijn een jaar verder, bijna een jaar verder, en we zijn bij de Voermangroep. En ondertussen is het Solar Team hier te gast. Nou, vandaag willen wij natuurlijk alles weten van Koen Geerlings. En we willen alles weten over het Solar Team Twente. Dus gaan jullie met ons mee? Nou Koen, we zijn inmiddels bijna een jaar verder. Ja. Vorig jaar hebben we het gehad, ook over de strijd tussen Delft en jullie dan. Ja. Nou, vertel maar. Ja, nou, het is de eerste twee, drie dagen is een echte strijd geweest. We hebben een poos achter hun gelegen. In de derde dag gingen ze toch wat harder en lagen wij net achter hun, nog steeds. Maar toen helaas de crash. Toen werd het meer een strijd met onszelf en met de tijd. En, die strijd was misschien nog wel enerverender dan de strijd met Delft, maar het was wel een mooie, mooie race. De strijd hebben jullie ook inderdaad gewonnen van jezelf. Ja, dat ja. is natuurlijk een hele prestatie op zich. Ja. Hoe is het verder gegaan tijdens het hele evenement in Australië? Heel goed. We hebben eerst natuurlijk 2 maanden daar gezeten met het hele team. En dat is één grote Big Brother in een gebouw met een werkplaats. Dan leef je wel dicht op elkaar. En dat onder zo'n druk is dat soms wel frustrerend, maar naar mijn weten is dat ontzettend goed gegaan. Als je nou alles terughaalt voor jezelf, wat zijn nou 2 heel, heel bijzondere momenten voor jou geweest tijdens het hele project? Vanaf het begin, het ontwikkelen tot aan het eind. Wat zijn 2 belangrijkste dingen voor jou? Dat zijn hele... de crash is denk ik nummer 1. Dat ik... dat gelukt is, zeg maar. Ja. En een tweede ding is, dat is dan voor mij echt persoonlijk, er zijn niet zoveel mensen, maar dat is een subsidietoezegging van regio Twente. Waar we toch heel hard voor hebben gewerkt en heel veel contact voor hebben moeten hebben en lobby moeten voeren om dat te krijgen. En dat was wel een overwinning voor mijzelf om dat binnen te halen. Ja, dat was jouw onderdeel in het hele project. Ja. We hebben het ook de vorige keer gehad over deze, hoe noem je ze? Zonnecellen. Ja. En die zou jij verkopen, is dat gelukt? Nou, ik zou ze niet alleen verkopen, laat dat even. Maar dat kon je via onze adapteren, zeg maar, ja, via inderdaad. Onze website. We hebben 648 uit mijn hoofd hebben we er verkocht. Nou, dat is voor ons een leuke opsteker. Niet alleen omdat het weer wat geld voor de ontwikkeling van de auto in het laadje brengt, maar ook omdat we daardoor weten dat er wel echt dus 650 mensen ons actief volgen. En dat we dus toch wel een fanschare die ook wat in ons wil investeren hebben. Nou, we hebben net al een presentatie gehad over de auto. Zal ik het doen? Ja, dat is goed. Jullie mogen allemaal even naar voren komen. Dan kunnen we eens even, mogen jullie zo 1 voor 1 even naar binnen kijken. Dan kun je zien waar die coureur in moet. Want ja, je zult wel denken, waar moet nou iemand instappen? Nou, dat is natuurlijk... is ook gewoon heel erg klein, omdat het allemaal klein moet, want dan gaat het sneller en dan is het licht. Als je naar beneden gaat, dan kun je zien waar de coureur gaat zitten. Die kan er zo meteen inkruipen, of dat kan die doen. Als hij er tegenaan gaat zitten en dan gaat hij eerst met zijn hoofd naar binnen en dan legt hij even zijn been in zijn nek en dan kan hij dat been aan de andere kant krijgen en dan heeft hij hier zo een been. En aan die kant een been. En dan gaan die deuren weer helemaal dicht. Die komen helemaal naar achteren tot hier. En dan zou die kunnen rijden. Nou, en hier zie je die lenzen waar ik het binnen al over had. Dit is de vleugel. Dit hele ding.
dat noemen wij de vleugel. Dus die hele kant met al die zonnecelletjes erop, dat noemen wij de vleugel. En daaronder, dat noemen we de body van de auto. Ja, dat hebben ze overdacht. Waarom? Ja, nou, je kunt even naar de wielen kijken. Ik zou even de kap eraf halen. Kun je zien dat ze niet zo heel erg groot zijn. Ze zijn vrij klein. Hierachter zit een rem, dus we kunnen ook gewoon remmen met de auto. Dat is wel fijn. Nou, jullie mogen, ik zal even eentje aan de kant halen. Dan kunnen jullie wel eens naar binnen kijken. Moet je maar eens kijken naar het stuurtje. Als je een beetje omhoog kijkt, zie je een stuurtje en daar zitten allemaal knopjes op en een schermpje. En daarop kan de coureur zien hoe hard hij rijdt. Het lijkt net een Gameboy. Wat? Het lijkt net een Gameboy, hè? Zo'n dingetje van de Gameboy met die knopjes, ja. Ja, dat klopt. Heeft er iemand vragen over de auto? Ja, heeft er vragen? Weet je ook waardoor de auto is omgeklapt? Ja, wel, nou een klein beetje. Dit wiel, dat liep opeens heel snel leeg. Hoe dat is gekomen, dat weten we niet. Dat daar gisteren we altijd nog na. Maar en toen liep, als bij een driewieler één band lek gaat, dan gaat hij heel erg zwabber opeens. Nou, en toen kwam opeens de velg. Dat is dit stuk ijzer. Het kwam in het gesmolten asfalt, want het asfalt wordt ook warm. En dat wordt dan een beetje zacht. En toen dan staat hij opeens stil en dan kantelt hij. Ja, we reden toen 95 km per uur. Dus dat gaat dan wel hard. Hij kan trouwens, we reden ongeveer normaal 85 in de race. Maar hij kan theoretisch 145. En we hebben in Australië er 112 mee gereden. Het hele project is nu voorbij, neem ik aan. Ja. Wat ga je nou nog doen? Ik ben nu aan het afstuderen. Daar hoop ik over 2 maanden mee klaar te zijn. En dat loopt ook wel voorspoedig. Dus ik ben nou trouwens nog wel met dit project bezig. We zijn nu. Ik heb net gisteren 50 sollicitatiebrieven uitgeprint om die nu door te lezen. Want de komende weken is de eerste sollicitatieronde voor een komend team wat in 2011 weer gaat racen in Australië. Nou Koen, wie weet, misschien zien we je ooit nog eens ergens anders bij een of ander project. Hou ons op de hoogte wat dat betreft. En in ieder geval bedankt. Ja, en succes met de nieuwe groep natuurlijk, want alles moet ook vandaag. Alles moet ook. Oké, bedankt. Kaart. En jouw naam? En jij heet? Lin. En je bent 5 jaar. Wat leuk. En waar is jouw ballon? Mijn eerste kapot gaat en nou had mijn mama een nieuwe ook. Oh, dus je krijgt een nieuwe. Nou, ja. Hallo. Heb jij een mooie ballon? Ja? En wat is jouw naam dan? Hoe heet jij? Het staat op jouw kaartje, hè? Esmee, hè? Oh, jij bent Esmee. En ga jij de ballon straks loslaten? Met alle kindjes. Ja? When your money is gone in the same old song. Get up, Jack Jones, sit down. Eat and we'll sail aboard some ship. India or Japan, in Asia there, the ladies may all love the style of man. He'll come ashore and on a tear, he'll buy some girl a gown. But when your money is gone, it's the same old song. Get up, Jack Jones, sit down. Oh, that's lost. En een
Goedemorgen. We zijn hier op de Lentemarkt, de Primavera Lentemarkt. Voor de hoeveelste keer wordt het nu georganiseerd? Voor de tweede keer. Voor de tweede keer. Ja. En Primavera, wat is het? Dat is het Italiaanse of het Spaanse woord voor lente. En nou, mooi weer, dus ja, de lente begint. We hebben het echt getroffen met het weer. Ja. Ja, gelukkig. Wat is er zoal te doen? We hebben net de ballonnen de lucht in zien gaan. Ja. Wat is de rest van de dag? Wat staat er op het programma? Nou, hier op de markt is de levende evenementenkalender. Dus hier laten we zien wat voor evenementen er dit jaar in Hattem plaatsvinden. Dus bijvoorbeeld Dikke Tinnen Festival, Langs de Dag, de Rommelmarkt, Kunst en Jazz. En zo laten we die hier dan ook zien. En verder is er een smaakmarkt en een bloemetjesmarkt. En dat is hier allemaal rondom de kerk. Dus echt in het centrum moeten we vandaag zijn. Ja. Hartstikke leuk. En vanmiddag zijn er dan nog shantykoren. En die gaan optreden hier ook op de markt voor de Franse school en bij de tinnen. Heb je enig idee hoeveel mensen er verwacht worden vandaag? Nou, een heleboel met zo'n mooi weer en leuke activiteiten. Verwacht wel dat er veel mensen op afkomen. Oké, want vorig jaar was het ook een succes. En daarom doen jullie dit jaar nog een keer. Ja. Nou, geweldig voor Hattem. Wij gaan kijken wat er allemaal te doen is. En de cameraman gaat gezellig mee. Komt u hier allemaal? Of wat heeft u allemaal liggen? Ja. Ik verkoop hier boerenkaas, allemaal streekproducten en mijn boerenijs. Wat is het streekproduct wat u hier heeft? De kaas, de bakmeel, cakemeel. De jam. Allemaal, dus alle producten komen uit de buurt van Hattem. En u zei, u maakt ijs zelf? Ja, ik heb hier de ijsgekwaar met ijs. We hebben weer vernieuwd ijs, nog lekkerder. En de mensen kunnen hier allemaal komen proeven. Hartstikke leuk. We hebben een nieuw recept, of een nieuw soort ijs, stroopwafelijs. Dat is helemaal in. Krijgt u daar nou de lentekriebels van het mooie plantjes? Ja, natuurlijk. Ja? Dat is heel mooi. Ja, je bent al echt met de tuin bezig? Ja. Nou, die ziet er ook wel heel mooi uit. Bloeit de hele zomer. Bloeit de hele zomer, hoor ik. Wat gaat u nog meer doen vandaag? We gaan direct weer naar huis. U gaat meteen weer naar huis? Ja. Gaat niet de markt even over? Ja, we zijn hier al geweest. We zijn hier al vanaf 10 uur. U bent al vanaf 10 uur. Ja. U heeft alles al gezien? Ja. Ik heb nog niet van. Ik was eerst even met de kap. Ja. Nou, u ziet er fantastisch uit, mevrouw. U gaat straks de tuin in, even wat dingetjes doen. Ja. Dat zijn pas buxjes, hè? Hele mooie grootjes. Die komt er ook nog bij. Ja, die komt er ook nog bij. Ja. Nou, veel succes in de tuin vanmiddag. Ik doe mijn best. Oké, dag. Plaatje. Ja, goed zo. Marijke, jij bent hier nog heel druk bezig om leuke dingetjes te maken. Ja. Ik vind dat jullie kraam er echt al hartstikke mooi uitziet. Zijn al veel mensen langs geweest? Zeker, ja. Het is lekker druk en zijn al veel mensen hebben hier al gekeken en naar de leuke spulletjes en zo allemaal. Dus, En dit is allemaal nieuw wat je kunt kopen voor tuin of voor binnen? Ja, zowel voor binnen als buiten hebben we hele leuke spulletjes zoals de hartjes en zo. Is meer voor decoratie voor binnen en voor buiten hebben we meer leuke spulletjes en zo allemaal. Hartstikke leuk. Het ziet er fantastisch uit. Ja, dankjewel. Wij gaan nog even weer verder en dankjewel en jullie veel succes. Dankjewel. Waarvan krijgt u nou de lentekriebels? Nou, van de zonnestralen. Zoals een dag als deze. Ja, en ook wel van de mooie bloesems. Ja, dat loopt nu weer uit. Dat is ook heel prachtig. Deze dame is al heerlijk aan het proeven. Klopt. Het is lente, de lentemarkt. Wat is nou echt een lentewijn? Met wat, wat zoetigheid. Misschien is dit wel leuk om even te proberen. Waarmee ga je ons verrassen? Een stukje, een dekje van pure chocola met een klein glaasje PX, dat is een dessert sherry. Gemaakt van Pedro Ximenez. In één keer? In één keer. Een chocoladebonbon, dat combineert heel goed. Vreugd, meneer? Graag. Dame en heer, dit lijkt een frietkraam, maar dat is het volgens mij niet. Wat is dat? Het is churros. Churros, dat is een Spaans, dat is eigenlijk deeg, dat wordt heel kort gefrituurd in de olie. Daarna gaat er kaneelsuiker overheen. En daarna kun je er een lekkere topping overheen doen, naar keuze. En karamel, koerensuiker, chocola, en zoet. En mensen zijn er dol op, naar zoetigheid. Ja, het gaat hier als een trein volgens mij. Dus in plaats van dat het hartig is, is het zoet. Is zoet, ja. In Spanje wordt echt gegeten als ontbijt. Echt een klein bakje chocolade ernaast, gaan ze echt rustig op zitten en dan gaan ze het echt dippen. En wij doen het er eigenlijk overheen. Wij serveren het hier als friet. Ja, zoiets. Ja.
paling uit. Ja. Op de ouderwetse manier paling roken? Ja. 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 Hoe lang duurt dat voordat het klaar is? Anderhalf uur. Anderhalf uur? Ja. Oké. Okay. En hoe werkt zoiets? Nou, ik heb er nu paling in hangen. Die komt er straks uit. Maar je begint dus met paling schoonmaken, zouten, perkelen. Die zijn vanmorgen gevangen? Die zijn gisteren geslagen. Gisteren, oké. Okay. En dan hebben ze vannacht in de perkel gestaan. Vanmorgen dus meegenomen en nu ga ik ze dus roken. Dus dat wordt anderhalf uur ongeveer, twee uur. Het is nu 11:45, dus zeg maar dat die om twee uur zo'n beetje klaar zijn voor de werkhoop. Wat is nou uw geheime recept daarvoor? Waardoor smaakt de paling van u zo lekker? Nou, er zijn 15 factoren van invloed op een lekkere paling. Okay. Dat is ten eerste, wat voor paling is het? Mm-hmm. Waarvoor komt het vandaan? Zijn het schieren, zijn het alen? Zijn ze goed schoongemaakt? Zit er goed vet aan? Zit er geen grondsmaak aan? Goed schoonmaken, dus dat er geen bloed meer in zit. Ja. En goed geperkeld, heel belangrijk. En dan ga je ze roken. En dan hangt er vanaf met wat voor hout je ze rookt. Eiken en beuken door elkaar is het beste. Ik heb dus eiken en beuken plus eiken en beuken, kleinhout. Mm-hmm. Dus heb ik nog meer eikenhout te verbranden, dan gebruik ik meer beukenpoeder. Om het te neutraliseren en andersom. Om het weer in evenwicht te brengen. En daar bepaal je ook de kleur mee. Als je alleen maar eikenhout gebruikt, dan krijg je een donkerbruine kleur. En dan heb je een scherpe smaak van je paling. Okay. Omdat daar tanninezuur in zit. En waar komt deze dan vandaan? Die komen allemaal bij mij uit de kwekerij. Die hebben bij u gezwommen? Die hebben allemaal bij mij gezwommen. Dit is een paling die uit de Atlantische Oceaan komt. Ja. Als visjes van 0,25 gram. Mm-hmm. En die worden dus groot gemaakt tot zeg maar 150 gram gemiddeld. Nou, en dan gaan ze de rokerij in. Zo, is die lekker? Is die lekker? Ja? Dat is zo te zien wel, hè? Nou, geniet er maar van. Hoe maak je vlinders? Waar ben je nu mee bezig? Ja, ik heb hier gewoon een paar vlinders uitgetekend. Ja. Doe een stukje doorzichtig papier op. En nu trek ik de buitenkant trek ik over met chocola. Dat ga ik nou doen. Netjes binnen de lijntjes. Ja, hè? Met de kleurplaat. Ja. Werk hem zo weg. Hartstikke mooi. Het is gewoon overtrekken, hè? Ja, dit is moeilijker dan je denkt. Nou. En nu maak ik ze af met gewoon, laat vol lopen met witte chocola. Ik kan het ook niet uitvloeien, want ik heb al een randje gemaakt. Ja, dat. Ja, maar extra veel erop. Prachtige spikkels erop. Ja. Kijk, en dan is dit straks het resultaat. Prachtig. Leuk voor jullie, hè? Ja. Kun je meenemen? Ja. Op de dekbal. Uit dat eindschrift. We couldn't see but one. Ja, kom. Oh, Ginny, keep your ring till worn. Whip jamboree, whip jamboree. Oh, your ring till black man shit up behind. Whip jamboree, whip jamboree. Oh, Jenny, keep your ring till worn. And now, me boys, we were of holy hat. There will be no more casts of the deep sea let. Night I'll sleep in. And the as all things before. I am that old
ik zie dat zij mensen aanspreekt van, goh, kom proeven, kom even langs. Ina, is het leuk om hier dan mee te doen als winkelier? Ontzettend leuk. Ik word ingehuurd door Hattems Kazenhuis. En het is gewoon heel gezellig. Mensen zijn enthousiast. En voor de winkeliers is het een hele goede start van de lente. Oké, leuk. Ja. Ja. Wat prijs je aan? Want je bent er zo enthousiast over. We hebben vandaag de voorjaarsmix met lentekruiden. Ja. Dat is vers gebrand. Het zijn ook relatief hele goede noten, goede notensoort. En er zit bieslook in en peterselie en weinig zout. Dus, en noten zijn gezond voor de mensen. Hè? En dat is dus echt het voorjaars. De kruiden. De kruiden. Ja. Oké, okay. Hartstikke leuk. Nou, de bak is nog niet leeg, dus spreek ze aan. Hij is al wel 10 keer leeg geweest, dus we gaan nog een keer voor 10 keer. Dus komt allemaal goed. Dank u wel hoor. Okay, dag. Maar vindt u dit leuk, zo'n lentemarkt? Ja, ik vind het heel gezellig en vooral het zonnetje erbij. Heerlijk. Heerlijk. Twee tandartsen vonden hun praktijk wat aftands worden. Ze liepen al een tijdje op hun tandvlees en zochten iets nieuws om tot een andere benadering van het begrip tandheelkunde te komen. Samen dokterden ze een geheel nieuw concept van zorgverlening uit, die de tand destijds kan verduren. Hierover heeft onze cameraman ze duchtig aan de tand gevoeld. Mag ik even uw geboorte laten? Heeft u een afspraak? Ja, met Thomas Muller. Hey, mag ik uw geboorte laten geven? 6 februari 1991. Mag ik even wachten? Oké, bedankt. Erik Muller, tandarts te Hattem in een gloednieuwe locatie. Ja, het is eigenlijk in eerste instantie, het is alweer 7 jaar geleden dat we op het idee kwamen om... Om zoiets als dit op te zetten. In eerste instantie was het met de technieker die destijds bij mij werkte, dat we eens gekeken hebben van wat zijn de mogelijkheden om een centrum op te zetten waar alle disciplines in de tandheelkunde aanwezig zijn. En eigenlijk is het in eerste instantie een beetje begonnen als een kijken waar we. Wat zijn de mogelijkheden? En uiteindelijk is het uitgegroeid tot wat het nu is, eigenlijk. Dat is ook een beetje de opzet geweest, dat we zeiden van we willen eigenlijk allemaal kleine unitjes binnen een groot gebouw hebben. En die allemaal wel met elkaar verbonden zijn, maar toch dat het allemaal toch kleine praktijkjes binnen een grotere setting is, zeg maar. Dat is eigenlijk een beetje onze opzet geweest. En dat zie je bij Erik die zijn eigen praktijk heeft, dat zie je bij mij die zijn eigen praktijk heeft. Michael, de endodontoloog die zijn eigen patiëntengroep heeft. De kaakchirurgen die hun eigen patiëntengroep hebben, de technieker en de mondhygiënisten. Dat wil ik wel proberen om dat gezellige erin te houden, laat ik het dan maar zo stellen. Hoe is het contact eigenlijk ontstaan tussen de beide tandartsen? Ja, dat is dateert uit 2005. Ik heb toen een tijdje niet gewerkt en ik was eigenlijk toe aan een uitdaging. En je moet ook naar de toekomst kijken. Wat wil je? Waar ga je de komende 10 jaar naartoe? En
Nou, toen kwam ik Erik Muller tegen en we lagen eigenlijk wel prima op één lijn. En toen hebben we gezegd van nou, als we nou de krachten bundelen, dan kunnen we iets neerzetten waar we inderdaad die 10 jaar mee vooruit kunnen. Ooit nog wel langer natuurlijk. En je hebt ook mogelijkheden om in de toekomst gewoon ja, samen meer dingen te doen dan dat je alleen zit. En als je in een solopraktijk zit, heb je niet zoveel mogelijkheden. Het feit dat de behandelkamers open zijn, is dat geen kwestie van te weinig privacy voor de patiënt? Nee, dat lijkt mij niet. We hebben geprobeerd dat op te vangen. Kijk, het gaat natuurlijk om dat je efficiënt kan werken. En het personeel kan aan de buitenkant rond het gebouw lopen, zeg maar. En ik denk dat als je kijkt naar de geluidsoverdracht, ja, sommige dingen moet je toch wel iets gedempter zeggen. Maar we hebben ook achtergrondmuziek. En daar proberen we de geluiden, zeg maar, zo te maken dat het niet verstaanbaar wordt. Waar bestaat het werk van een endodontoloog uit? Vooral wortelkanaalbehandelingen die verwezen zijn door de eigen tandarts, die te gecompliceerd zijn of waar problemen zijn ontstaan. En die worden dan ingestuurd voor verdere behandeling. Moet ik me dat allemaal voorstellen? Ik zie hier een microscoop hangen. Wat we doen, zeg maar, werken met zeg maar vergroting, waardoor we makkelijk de wortelkanaal in kunnen kijken, zodat we beter spullen kunnen verwijderen, makkelijk kanalen kunnen vinden en zo de behandeling wat makkelijk uit kunnen voeren. Het principe van het gebouw is zo dat het twee gescheiden wegen zijn, dus de tandartsen en het personeel hebben een eigen route binnen het gebouw en ook de patiënten. De patiënten zitten binnen in het gebouw en rondom de gang, rondom achter de kamers, is voor het personeel bestemd om zo ongezien van de ene naar de andere kamer te kunnen komen en ook om weg te kunnen naar andere ruimtes. Bestaat het werk van een mondhygiëniste uit? Wij zorgen voornamelijk voor preventie, het behandelen van tandvleesproblemen, maar tegenwoordig ook behandelen van kleine gaatjes bij kinderen. U bent bij mij gekomen met een aantal vragen, wat kan, wat niet kan, wat we het beste voor kunnen maken, wat het gaat kosten, dat is natuurlijk heel belangrijk. Heeft u er zelf al over nagedacht wat u zelf zou willen? Ik laat het afhangen van de mogelijkheden. Oké, een grote glimlach. Wat zie ik hier allemaal? Nou, bij deze patiënt hebben we de eerste afdrukken gemaakt. Dat is de bovenkaak, daar hebben ze een speciale afdruklepel op laten maken. Die past heel precies en hiermee ga je daadwerkelijk de pasvorm bepalen van een nieuwe prothese. Bij de onderkaak van deze patiënt is te zien dat er eigenlijk maar heel weinig onderkaak over is. Het is heel plat. Nou, wat er bij de kaakchirurgen nou gedaan is, ze hebben daar een drietal schroefjes in gezet waar later de klikkers op komen. De afdruklepel zit in een drietal gaten in. Alwaar er een afdruk gemaakt gaat worden met behulp van deze drie onderdelen. Die worden daadwerkelijk op de implantaten geschroefd tijdens het afdrukken. Zo kan je de positie heel direct bepalen van de klikkers, zodat de prothese later ook goed klikt. De werkzaamheden van een kaakchirurg, in hoeverre zijn die anders dan van een tandarts? Nou, kaakchirurgen die zijn met name bezig met het chirurgische deel van de behandeling en van afwijking aan de kaak. Dus de meeste mensen kennen de kaakchirurg van verstandskiezen, van wortelpuntontstekingen. Maar wat nu de laatste tijd een opkomst is, dat is het plaatsen van tandwortelimplantaten. Mensen die een tand of een kies missen en daar graag iets voor terug willen hebben. Of een kunstgebit hebben wat niet zo lekker vast zit. Dat kunnen we nu met tandwortelimplantaten kunnen we nu verstevigen. En dat is de reden waarom we hier in deze praktijk
ook zijn begonnen om dat stukje van de tandheelkundige behandeling te gaan verzorgen. Wij werken hier in Hattem vanuit het ziekenhuis in Zwolle. Dus dit is eigenlijk als het ware een buitenpolykliniek van de Isla Klinieken. We zijn met zes kaakchirurgen. En van die zes kaakchirurgen zullen op tourbeurt hier mensen aanwezig zijn om de implantaatbehandeling te komen doen en om de nazorg te komen verlenen. Ja, mag ik even een woord halen? Heeft u een afspraak? Ja, met alles meneer. Ilona G. is sinds 2006 eigendom van Patrona BV. De boot heette eerst Oud-Dorp 4. En de Oud-Dorp 4 was een oud kokkelvaartuig waarmee men op het wat kokkels deed vissen. Dus het voordeel van de Ilona G. is hij ligt vrij ondiep. Dus dat wil zeggen een groei van voren, ik denk een centimeter of 30, van achteren naar 80 tot 100 centimeter. Daarnaast is die Lona vrij breed, bijna 10 meter, dus is een, ja, heeft een goede stabiliteit. Vandaar ook dat er een 50 tons kraan aan dek staat en deze met gemak ja, het schip goed in evenwicht kan houden. Wat is de uitbreiding van dit complex voor gevolgen voor Hattem? Voor de middenstand zeer veel. De passanten gaan natuurlijk allemaal Hattem in. Gaan ja, winkelen, eten. Dus in dat opzicht brengt dat veel klanten. Hierboven ziet u de boksen voor de grotere schepen. Daarachter zal in ieder geval nog een bokspaal gezet moeten worden. En uiteindelijk beginnen we dus van klein naar groter tot aan groot. Ik denk dat het ook de meest ideale situatie is, want kleine boten kunnen makkelijker manoeuvreren en hier beneden te werk gaan. En de grote schepen die van buitenaf komen, kunnen hier gewoon vrij makkelijk liggen. Wij hadden van onze opdrachtgever hebben wij tekeningen alles gehad. Er stonden precies exacte maten, alles stond erop hoe wij het moesten koppelen. Nou komt het in praktijk wel eens voor dat het net iets anders is als op de tekening aangegeven staat. Hebben wij hier ook, ja, mee te maken gehad, maar na wat kleine aanpassingen op de tekening en in overleg met de havenmeester van Hattem is dit toch goed gekomen en is alles zo ingedeeld, zodat iedereen tevreden kan zijn. Daarnaast zijn er diverse aanpassingen aan die Lona G gebeurd, waaronder de twee sputpalen. Dat wil zeggen, twee sputpalen dienen ervoor. Als wij eenmaal op positie liggen, gaan deze palen gaan aan de grond, waardoor we op de positie blijven liggen. Wij bij Patrona BV gebruiken en dan voornamelijk op die Lona G een trailblok. Dat is een trailblok onder of een 115M. Dat wil zeggen een trailblok waar je met een maximale capaciteit van 30 ton aan mag trekken. Dit trailblok is voorzien van een hydrauliek unit, alles gaat op hydrauliek. Het is een hoogfrequent blok, dus dat wil zeggen dat hij wat sneller trilt dan een laagfrequent blok, wat meestal gebruikelijk is, maar waardoor de trillingen wat minder heftig zijn in de bodem, waardoor omstanders er wat minder last van hebben. De palen die wij hebben gebruikt zijn Basra Locus palen. Die kopen wij altijd in Wijma uit Kampen. Deze Basra Locus palen komen oorspronkelijk uit de bossen van Brazilië. En worden daar als bomen natuurlijk gewoon omgekapt
en worden vaak geschaafd en verwerkt in Nederland verder. Deze bomen komen meestal met transport per schip komen ze uit Brazilië. En als ze eenmaal bij het bedrijf aangekomen zijn, net wat ik zeg, dan worden ze vaak nog geschaafd. Wat ik begrijp van mijn schipper is daar heel goed mee te manoeuvreren. Bij een harde wind is het wel eens wat moeilijker omdat het schip vrij ondiep in het water ligt. Dus dan wil de meeste kracht staat natuurlijk van achter in de kom, dus de kop die wil nogal snel omwaaien. Maar meestal met de goede inzicht van de schipper en met het gebruik van de sputpaal is het schip goed neer te leggen. Er waren een paar dingen waar wij even tegenaan zaten te kijken of dat goed zou komen. Dat was puur met de ruimte in de haven. In verband met dat het toch fijn is voor mensen zijn, maar dat ze een beetje ruimte over hebben als ze met de boot aankomen varen. En dat het niet te krap gaat worden. Daar waren wij in het begin een beetje bang voor, om zo te zeggen. Maar nu eenmaal alles erin zit, moet het goed kunnen voor de mensen om met hun jacht naar binnen te komen. De komende 3 weken zal na het Hattemsjournaal de driedelige film Zij woonden onder ons uitgezonden worden. Deze film gaat over Joodse medeburgers die voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog in Hattem gewoond hebben. De film is grotendeels opgebouwd uit herinneringen van Hattemers en dankzij de spontane medewerking van vrijwilligers van Heemkunde. De komende 3 weken kunt u deze driedelige documentaire aan het einde van ieder Hattemsjournaal bekijken. Nu eerst deel 1. In dit deel halen Hattemers hun herinneringen op aan hun Joodse medeburgers. Kent u ze nog? Slager Salomon van Gelderen uit de Kerkstraat en zijn zoon David? Verschillende burgeren en ingezeten deze stad hebben bij een request met verschuldiging respect te kennen gegeven hoe zij tot hun uiterste smerte hadden vernomen dat Salomon Marcus in deze stad geboren en nu sedert verschillende jaren weder gewoond hebbende door haar weledele en achtbaren zou aangezegd zijn zich van het slachten te onthouden. Wij zijn hier dus in het gemeentearchief van Epe en ook van Hattem en Heerde. En wij zijn dus van de Joodse werkgroep uit Hattem bezig om het een en ander uit te zoeken. De Joodse werkgroep is in het verleden ontstaan. Vorig jaar op een inloopavond kwam het idee dus om gezamenlijk wat te gaan zoeken over de hele geschiedenis van de Joden. Ja. Al praten zeggen, zullen we een werkgroep oprichten omdat ze is wat ze handen en voeten te geven. En nu zitten we dan eind 2009. En het doel was, of is nog steeds, om een beetje zo rond april, mei 2010 de uitgave klaar te hebben. Salomon Marcus is de eerste Joden die dus in Hattem zich hebben gevestigd. En daar had ik iets gevonden, dat er een aanvulling was gekomen op de echtordening van 9 oktober 1660. Die dus in werking is getreden in 1776. In 1776 is nog eens
van overheidswegen erop gewezen dat eigenlijk het wettige huwelijk alleen maar het huwelijk is voor de hervormde kerk. Daar zaten de katholieken mee, maar daar zaten ook de joden mee. Wel nu, Salomon Marcus en Sarah Jonas, die stappen dus maar naar de dominee. En die schrijft in zijn trouwboek dat Salomon Marcus en Sarah Jonas op 14 januari 1777 voor hem zijn getrouwd. Maar dat ze eigenlijk al lang getrouwd waren. Ze woonden in Hattem en ze hadden al een heel rijtje kinderen. In hun huwelijk al reden bij hen verwekt, staat erbij. En het was dan natuurlijk een huwelijk voor de Joodse wet. En dit is eigenlijk de eerste optekening als inwoners van Hattem van een aantal mensen waarvan we weten dat het nageslacht tot in generaties lang in Hattem gewoond heeft. Ik ben hier op weg naar het huis van Moos van Galder en Betje. Het is 60 jaar geleden, maar de herinneringen komen er helder boven. Hier woonde Bet en Moos van Galder. Het waren goede mensen. Ze hadden een winkeltje voor. Met stoffen en dergelijke dingen. Om jurken te maken, gordijnen en al zulke dingen meer. Maar rijke mensen waren er niet. En ik heb er ook weer geslapen als kind. Want ze hadden geen kinderen, het echtpaar. En dan lezen ze mee op grote bed in de slaapkamer. En dan sliep ik dan de hele middag. En als ik dan eruit kwam, dan kreeg ik wat lekkers te drinken en wat te eten. Nou ja, goed, dat is me bijgebleven. Dat staat op mijn netvlies, hè. Ja, de manufacturenzaken. De manufacturenzaken. Beetje zuur, zeg ik altijd. Oh, begon even een beetje zuur en ergens te doen. Nou, wat zo gesnakt, jong. En ik zeg, mooi spullen te verkopen. Maar ze was duur. Maar ze zingen altijd, aan de langskam, daar heb ik je zuur. Ja, mooi spullen aan ze, hè. En goed spullen, ja. Ze gingen elke dag met een handkarretje gingen daar naartoe. Had hij altijd spullen bij zich. Huishoudelijke spullen. En dan bleven ze wel een hele dag weg. En als middags kwam Betje hieruit en die gaat dan wandelen tot in de bocht, kijken of Moos al gauw thuis komt. Even later komt ze weer en eindelijk kwam Moos na een moeilijke dag thuis. Het is heel lang geleden. Die herinnering komt naar boven. De Joden in Hattem die hier wonen, dat waren gewoon Hattemers. Dat waren... Ja, wij wisten wel dat Joodse mensen waren, maar ja, ze praat nog gewoon plat, net als de Wudu. Dus ja, het waren gewoon Hattemers onder de Hattemers. Op Sabbat, dan mochten de Joden geen vuur maken. En dan liep ik in de achterstraat en dan woonden Betsy en Moos. En dan Betsy die riep mij binnen, visser, wil je even binnenkomen? Wil je even de lampen uitblazen? We staan hier in de Parklaan, vroeger was dat de Stadslaan. En hier op de hoek, daar woonde Rozenbrand. En Rozenbrand die is in de oorlog weggegaan, afgevoerd. En dat was een manufacturenhandel. Daar hadden ze een prieeltje. Ja. En achter dat prieeltje was een soort platte schuur. En er paste net zo'n grote bromfiets, zo'n, ja hoe heet dat? Bromfiets met een motor. Met een motor. En daar gebruikte die Joop. En die ging de... Met venten, met langs de boerderijen en zo. Je ja. Zat in mijn broek of is ik weet niet. Ja. Nou, dit is dus een schoolfoto van de Maneemsta school. En daar had ik een trui aan, die had me daar gekocht. Dat bruinachtige trui, dat weet ik nog. En je hebt er een keer een trui gekocht? Met allemaal mottengaan. Met allemaal mottengaan erin, hè? Voor de kerst was dat geloof ik. Ja, het oude kerstfeest. Ja, ja. Had Cortichos nog verbinding hier naartoe? Ja, dat was een oog. Van Rentje en van Joop en van Mietje. Dat was een broer van de moeder. Ze waren altijd aan het kopen en jam maken en al zulke dingen. Ze waren altijd bezig, ja, hè? Ja. Dat weet ik nog wel. Ja. Maar ik kwam er nooit binnen, hoor. Nee. Ook in het gewone huis niet? Nee, in de keuken. Alles werd in de keuken afgewerkt. Ja. Daar woonden gezusters Rozenband. En die hadden daar een loofhut helemaal gebouwd. En als wij daar naar school gingen, kwamen wij daar langs en dan zongen ze van die Jiddische liederen. Het was prachtig mooi, want we kwamen soms te laat op school.
Want dan stonden we daar te luisteren. En dan hadden ze die boom omgeplant met prinsessenboon. En dus je kon ze niet zien zitten. Maar je kon ze wel horen. Fijn, wij bijzonder buren dus. Dat was wel mooi, maar ja. En dan als ze naar de kerk gingen, dan zaten alle de synagogen. En dan zaten de vrouwmama, die zaten allemaal binnen. En dat vonden we zo mooi altijd, dat die oom die dan alleen de man ging naar de kerk. In dit pand hier van het Warmland hebben Joodse mensen in gewoond. Mevrouw van Gelderen met haar moeder. Ze hadden hier een winkel in Agosi, alle handen. In het etalage stond een heel mooi bordje van wat u hier niet ziet, vraag dat binnen. En als je naar binnen ging en je vroeg naar iets, dan zeiden ze van even in het magazijn kijken. En dan keken ze in de bedstee. Het was in mijn kinderjaren, mijn jonge kinderjaren, dat weet ik nog, dat ze wonen en lompen en die dingen gingen. Maar die is hier gewoon overleden, die is dus niet weggevoerd, maar die ligt opgegraven hier op Joodse Kerkhof. Ja, ja. Maar je weet niet wat van dat winkeltje? Nee, ik weet alleen dat ze er wonen, maar ik ben er nooit nu zo weg. Wichel Klatsen die woonde in eerste instantie op de hoek Tweede Walsteeg Kerkstraat. Later woonde hier in de Achterstraat, vlak bij ons. En de man kwam uit Amsterdam. Hij was vroeger nog bakker geweest. En op een of andere manier was hij dus een beetje aan de grond geraakt. Toen hebben ze hem naar Hattem gebracht. En hij werd ondersteund door de Joodse gemeenschap. Klatsen die had daar een klein winkeltje, hier in de Achterstraat. En die verkocht wat theedoeken en speelgoed. En als maandagsmorgens, dan ging hij met zijn karretje ging hij weg. Dan ging hij venten met dat spul. Nou, dan volgens de oude meneer Jan Blom, die vertelde altijd. En dan was de hele winkel leeg, had hij alles op karretje liggen om wat te verkopen. En ook zijn vrouwtje, zo'n klein vrouwtje, die ging ook wat venten. En Greta van Loo die vertelde mij, mijn moeder die was beneden met het wasgoed bezig. Die steekt de was op te hangen onder in de doelen. En toen riep Greta naar beneden, mama, doe dat Joodse wifi ook weer. Wie waren Klatsen? Dat waren eenvoudige, en ik kan wel zeggen arme, Jodenmensen. Die een klein snoepwinkeltje hadden. Dan verkochten ze wel eens een snoepgoed. Maar dan kregen ze ook nog weer een kleine snoepje ernaast. Dus de winst die in het snoepgoed zag, de weinige winst, die werd bijna weer weggegeven. Het waren vriendelijke Jodenmensen die goed contact met de buurt onderhielden. Maar in alle bescheidenheid. Ze drongen zich niet op. En die jongens, die gingen gewoon, toen de tijd er was, naar de lagere school in Hattem. Ja, naar de openbare school. Klatser woonde eerst hier op de hoek. Ook een kleine zaak. En hij viel op met koninginnenfeest. Een paar dagen daarvoor, dan kreeg Klatser het al heel druk. Want die verkocht de oranje artikelen die voor die tijd heel eenvoudig waren. Een papieren vlaggetje en dat soort spulletjes. En toen later, toen ze naar de Achterstraat verhuisden, toen leek het net of ze armere mensen waren. Bij de Klatser in de winkel, daar ben ik wel eens in de geweest. Ja, de boerwezen geweest. Ja. En we hadden als de jeugd er ook nog eens schikken. En soms dan was de Sabbat net overlopen, hè, weet je wel. Ja, en dan ging de winkel, dan ging ze de winkel nog lust. Ja. En dan gingen we een paar kameraden, gingen we weer een stuk of vijf jongens bij elkaar. Machette knopen, die halen we dan ook. Ja. Nou, en dan bleef hij er echt een brood. En dan kwam de hele familie kwam zo geleidelijk aan. Als hij eerst in de winkel was, Klatsen. En dan kwam die vrouw kwam in de winkel. En even later kwamen de jongens in de winkel en speelden. Het was gewoon een feest. Er waren drie huizen. 1, 2 en de derde, hier aan deze kant. Ja. Dan had hij een kleine etalage met een deur ernaast. Ja. En dat was de winkel van de klasse. Ja. Ik kwam ook geweest voor mijn moeder. Postloden en half of dertig. Ja. Nou, met wij zelfs een jochie. Ja. Ja, dat weet ik nog wel.
En hij had al een stompje van een potlood in de mond, de klas. Ja? Ja. Ja. En hij mocht niet roken, maar weer de gezondheid, zeiden ze wel eens. Ja, ja, met deur had hij een potlood. Ja, nou ja, goed, maar dat waren geen goeie mensen hoor. Nee? Nee, die waren ook niet rijk. Van de eerste Joden in Hattem is verschrikkelijk weinig bekend. We weten niet waar ze vandaan kwamen. We weten dat in de 18e eeuw in ieder geval enkelen zich daar vestigden. En de eersten waren slager. Maar er was er één, Isaac Simons, die rond 1770 kwam met een verzoek. Of die ook niet alsjeblieft kleermaker erbij mocht zijn of in ieder geval in textiel mocht handelen. En daar zou dan het kleermakersgilde toestemming voor moeten geven. En daar zou hij dan lid van moeten worden. Nou, het kleermakersgilde was daar gauw mee klaar. Die vond dat maar niks. Die vreesde hem waarschijnlijk te veel concurrentie. En die adviseerde dus aan de magistraat negatief. Dus hij heeft waarschijnlijk toch maar met slachten geprobeerd de kost te verdienen. Vanaf dat moment mogen we wel stellen dat er tot aan de Tweede Wereldoorlog permanente bewoning door enkele tot enkele tientallen Joden in Hattem is geweest. De Joden konden geen lid worden van de gildes, want dat was alleen maar voor de burgers. De Joden zijn pas later burgers geworden. En omdat ze geen lid mochten worden van de gildes, kwamen ze in de vrije beroepen terecht. In Hattem, in Gelderland, in de Achterhoek, waren ze bijna allemaal veehandelaar en slager. Vroeger was er een zeker slager Salomon van Gelderen in de Kerkstraat. En die man die had een slagerij, die slacht alleen schapen. En die man die had zijn wagen hier staan in de hof, omdat hij handelde in koeien. Maar niet slachten. Dat was een wagen met zijn beugels. Hè? En er liep een Belgisch paard voor, een Bels. Maar dan moest die Bels naar het weiland en die mocht ik dan wegbrengen met mijn vriend Willem Muller. Dan gingen we er allebei op zitten. Nou, en dan ging hij naar de paardenwee. Dat was zo voor aan de dijk, waar nou de jachthaven is. Dat was de paardenwee en daar moest hij naartoe. Ja, en dat weet ik nog van Salomon van Gelderen, dat staat me nog op met netvlies, die man. Ja, die had wel een goede lopende winkel, dacht ik hoor. De Van Geldens, dat waren best aardige buren. En daar beneden was de slagerij. En ze kochten dan ook schapenvlees. En hij zou je nooit een gram tekort geven. Hij hield altijd dat weegschaaltje, dat wipweegschaaltje, in beweging. De mensen die wachten die hele zaterdag tot Salomon van Gelder de winkel open had en dan stonden ze echt in een hele lange rij en dan sneed hij een stuk af en toen waren er nog geen weegschaal, het was zo'n spul. En dan had hij daar een stuk vlees op liggen en dan had iemand, laat maar zeggen, een pond besteld en dan voelde hij even hoeveel te veel was en dan sneed hij het er niet af en dan dacht hij, wat heb ik aan al die kleine stukjes. Nou, en dus hij was bekend, Salomon geeft overgewicht. Ja, en dan? Vrijdagavond, dan had hij nog te veel vlees overgehouden voor de Sabbat zondag. En dan kwam hij met zo'n mandje met vlees aan, bij ons. En dan noemde hij een bedrag, en dat zal wel een flinke korting geweest zijn, denk ik. En dan zei hij, nou dan heet zo wat voor niks. Nou ja, voor niks, zei mijn moeder dan. Maar dat ging altijd in een leuke zin. Salomon die kwam altijd bij mijn opa, want die had schapen. En die liepen aan de Kerkhofdijk altijd in het weiland. En dan pakte hij de schapen in de rug. En dan wist hij al wat ze wogen. En dan noemde mijn grootvader een prijs. En dan deden ze zo. Dan dacht je, goh, wat gek gedoe. Wat handklap. En dan was het te koop gedaan. En ik herinner me dus uit mijn jeugd dat ik dan wel eens achter in de sjoel dit hoorde. En dan werd de handel die ze op vrijdag hadden moeten staken, die werd op de Shabbosochtend, werd die afgemaakt. Er kwam geen geld aan te pas, maar dat handjeklap was er dus nog wel bij.
staan hier in de Bittensteeg. Daar was vroeger het slachthuis van Salomo van Gelder. Salomo van Gelder was getrouwd met een dochter van Kortisos. Daar werd het schaap op een bak gelegd zo. En dan kwam Kortisos erbij en die sneed het schaap de kop af. Verder deed hij er niet wat aan. Ik denk dat dit te maken had met het rituele slachten dat in het Jodendom gebruikelijk is. En de slagerij die was aan de voorkant in de Kerkstraat. Dus de oude David Kortisos, die slachtte kooisten, die was ook slager. En zijn kleinzoon David, die was later ook slager en die mocht ook koosjes slachten. De schapen die werden opgehaald bij de Gelderse dijk, die liepen er in het weiland. Johannes de Haan die vertelde me dat verhaal nog, van dan mocht hij mee de schapen vangen en die werden afgevoerd naar de slachthuis hier aan in de Bittensteeg. En dan werden ze geslacht en de jongens stonden er allemaal bij te kijken, die vonden dat prachtig. Weet je nou hoe ze de koeien slachten toen het ziet, Salomo? Ja hoor. Ah, wat een beul. Ja, ja, ja. Maar dat moest zo, hè? Ja, ja, dat moest koosje ja, 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 ja. En met de kippen en zo, moest ook koosje. Ja, koosje, ja, ja, ja. Sneden ze dat dier de kop af. Ja, ja. Mama, nou. Ik kan me nog heel goed herinneren dat mijn vader een koe had. Die heette Marijke, een mooie roodbonte koe. En die werd ziek, de veearts erbij. Bullet, die koe moet naar binnen toe, anders gaat hij door. Nou, en toen zaterdagavond, tegen een uur of 7, half 8, toen lag de koe, die lag bij de vier pootjes van hem af, in de stal. En mijn vader, gauw even naar David, de koe is door. Nou, wij met z'n allen naar David toe op de klompen, de steging door. De Sabbat was net af, goed wel afgelopen. En nou, dan komt David in zijn goede pakje, ja, een groot mes in de binnenzak en op een draf naar de koe. Hij komt de stal binnen, toen zegt hij, hij leeft nog, maar hij was zo door als een pier. Maar hij sneed hem zijn strot door en toen moesten wij als jongens aan de vier poten pompen. Dat bloed er moest eruit. Nou, het eind van het lied is, de koe werd nog goedgekeurd en werd verkocht als noodslachting. Alleen de longen werden afgekeurd. Opa deed dus ook noodslachtingen. Omdat hij de enige slager was die open was, werden die noodslachtingen die werden dus op zaterdagavond verkocht. En dat waren waarschijnlijk ook de lange rijen, want dan dus een stuk vlees van de noodslachting, dat kost een derde van wat het normaal kost. Hier achter mij, in dat slachthuis, hebben wij als jongens geholpen met kippenslachten. Die kippen die moesten koosje geslacht worden, dat betekende één haal over de strot. Lukte dat niet, dan was hij voor de Joodse traditie was hij waardeloos. We hadden ook een keer een kip die moest ik vasthouden. Dan had je hem aan de beide poten en de vleugelspunten erbij. En nou, David die sneed. En ik liet de kip los. En de kip die wandelde zo het keldergat in. En ik kwam in een tot mijn woon terecht. Maar ze hebben later lekker opgegeten. Salomo van Gelder die kwam bij ons. Als wie dan? Die kan gewoon doen. Het licht uit wil doen. Het elektrisch van huis. Moest ik s'avonds ook afdraaien. Zaterdagsmorgens de kachel vullen, de post oppakken. Nou ja, dan kon je de post losmaken, dat leg je er neer. En dan hadden ze aan je gulden in de maand. Ja, dat vonden we als kinder. Nou, was een hoop geld. Dat was gewoon zo. We zijn hier op het ogenblik op de boerderij, de plaats waar vroeger Dirk Mulleman woonde. Daar kwamen wij heel vaak met David van Gelder. En dan gingen we daar met paard en wagen naartoe en kijken of de nuchtere kalven te koop waren. En die kocht hij dan op. We gingen dan via de Eersenberger Sluis, Kanaaldijk, Kloosterbos door en zo de Werverdijk op. En zo strijden we op zo'n dag de hele Werverdijk af. Om te kijken wat er was. Kippen kopen, die werden dan in de Bittensteeg geslacht. De kalven die werden weer naar Zwolle gebracht, naar de markt. Daar werden ze weer verkocht, verhandeld. En zo rond 1855 kregen ze het maar Joden voor elkaar om een minyan te vormen,
Dat is dat je minstens 10 volwassen mannen bij elkaar hebt, zodat je een echte godsdienstoefening mag houden. Daarvoor hebben ze eerst in de Adelaarshoek een huisje gehuurd, een kamer waarschijnlijk. En in 1872 vragen ze toestemming om een echte synagoge te mogen bouwen in de Achterstraat. Die is er gekomen, dat weten we. Die staat er nog steeds. Hij is geopend en dat lezen we ook hier in de liturgie van de opening op woensdag 2 juli 1873. En het boekje is grotendeels in het Hebreeuws. Deels staan de Nederlandse vertalingen bij. Er is nog een gebed voor zijn majesteit de koning. En er is nog op het eind een toespraak van de jonge heer Kortisos. En dat moet Gabriel zijn, de broer van David. Zoon van de Amsterdamse Portugese Jood Mozes Kortisos. En de Hattemse Hoogduitse Jodin Clara van Gelderen. Vader Mozes kennen we als bestuurslid van het Joodse kerkbestuur bij de bouw van de synagoge en de stichting van de begraafplaats. Nu in beeld zien we dus het huis waar vroeger Salomo van Gelder gewoond heeft met de oude Kortisos. Die Kortisos die was dus de voorganger van de Joodse gemeenschap. En dat kan ik me toch goed herinneren. Dat vrijdagavond, dat begon de Sabbat. En dan staken de Joden hier, de straat over. En die gingen hier achter hier dit gangetje in. En dan gingen ze naar de synagoge. En ik vond dat altijd heel griezelig, vooral als het dan een beetje donker was. En dan die Joden waren allemaal in donker gekleed, in zwart gekleed. Te gek, dat is zo'n indruk toch overhoudt, een beetje griezelig vond. Daar ging ik vroeger met Meus van Gelder, die naast ons woonde, die Joodse man. Dan mocht ik een kussentje dragen en moest ik meegaan binnen de synagoge en mocht een kussje op de stoel neerleggen. En dan streek ik mij over mijn witte bol en dan zei: jongetje, ga dan maar weer naar huis toe. We zitten hier voor de synagoge, waarvan Kortisos de voorganger was, die in 1941 is overleden. Kortisos had altijd een keppeltje op. Een zeer sociale Jood was het. Hij heeft vele goede daden in Hattem en omgeving verricht. Zoals in stilte bij arme mensen in de winter kolen laten bezorgen, zonder afzender. Hij was in groot aanzien bij de bevolking in Hattem, maar ook in de Joodse wereld. Hij heeft de hoogste Joodse onderscheiding ontvangen, die aan mensen worden uitgereikt die zich verdienstelijk hebben gemaakt, de zogenaamde Govertitel, en de koninklijke onderscheiding die hij zichtbaar draagt. Kortisos zat ook in de Oranje Vrede en zo. Ja, en de gemeente Rode. Ik weet niet wat voor dingen of er was binnen. Dan woonde dat in een of andere kerk al. Maar ik ook in de Achterstraat, weet ik niet. En Kortisos wel eens zo. Als er nog weer wat is, moet je ook bij ons komen. Ja, ja. In de school. En dat is toen ook gebeurd. Hier woonde achter woonde Kortisos. En daarnaast woonde Achterhuis. Achterhuis was reformeerd. En Kortisos was de rabbijn van de Joodse synagoge. En dan zaten ze zomers, dan zaten ze buiten op de stoep. Dat was heel gezellig, mensen zaten veel buiten. En dan ging het verhaal, het Achterhuis, die zat met Kortisos over het geloof te praten. En dan hadden ze het over Jacob. Jacob, die kwam bij zijn oom Laban terecht. Nou, hij werkte eerst 7 jaar voor Lea en 7 jaar voor Rachel. En toen werd er een nieuw contract afgesloten dat Jacob, die zou alle gespikkelde dieren en de zwarte dieren krijgen en oom Laban die zou alle witte dieren houden. Maar Jacob was een echte schaarbedder. In de drinkmakker legde hij geschilde stokken in. En het gevolg was dan op een of andere manier dat alle dieren werden gespikkeld en zwart. Dus Jacob die kreeg bijna alles wat van oom Laban was. En daar ging het verhaal over. En dan begon, dan zei Achterhuis, die zegt, ja, maar Jacob was een slechte kerel. En dan zei Kortisos, nee, Achterhuis, dat zie je verkeerd. Jacob was een slimme kerel. Een mooi verhaal zo van echte Joodse humor zit er ook in. Hè? En als het heel mooi weer was, dan zat Kortisos ook wel eens aan de overkant van de straat. En mijn tante ook. En dan zei ze, kijk, zo eerbiedig gaat u om met het Oude Testament, maar de Zoon is gekomen
En dat weet ik zeker. Dat staat in het Nieuwe Testament. Die Kortisjos, die ging daarvoor in de synagoge. En mijn grootvader Hendrik van Es, die bracht daar brood. En dan zei hij altijd aan Hendrik, ik ben zo bang, Hendrik, dat ik me vergis met de komst van de Messias. Ik ben er zo bang voor dat ik me vergis. En dat was Kortisjos. Dat was in 1941, waar ik nu over spreek, is die heer Kortisjos overleden. En omdat Hattem nog een kleine gemeenschap was, er toch ook wel vrij veel belangstelling voor deze man, die nog vrij bekend en vrij populair was in Hattem. En ik kan me herinneren dat ik als 11-jarige jongen hier stond en dat de kist naar buiten werd gedragen. En het was een vurenhouten, ongeverfde kist. Naar Joods gebruik was dat. Dat Kortisjos overleden is, stonden wij allemaal buiten te wachten. En daar stond een klaagvrouw buiten te huilen. De stoet die kwam hier zo langs, ging de achterstraat in. Heeft een ogenblik stilgestaan hier voor de synagoge. En toen zijn ze richting het kerkhof gegaan. En daar is hij dus in een speciale Joodse kerkhof is hij begraven. Met name die begrafenis op zondag, die was zeer opvallend, want het gebeurde nooit. Maar zij hebben natuurlijk een sabbat en dat kon op zondag, kon dat precies. In januari 1941 is David Kortisjos overleden op de leeftijd van bijna 92 jaar. En heeft gelukkig de ellende van de oorlog niet meer meegemaakt. De Almachtige heeft hem daarvoor gespaard. Na deze extra lange aflevering wil ik u danken voor uw aandacht. Graag zie ik u weer vanaf vrijdagmiddag 3:00. Tot de volgende keer.